Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een mini fall shoplog. En ik heb hier en daar bij verschillende winkels wat leuke dingetjes gekocht. En sommige zijn al wel van een tijdje terug, dus het kan ook dat je die al voorbij hebt zien komen in mijn vlog. Maar ik dacht, ik benoem de items toch wel, zodat ik ook de prijs erbij kan zeggen. Ik heb de kaartjes daarvan helaas niet meer, dus ik weet de prijs nog wel ongeveer. Dus ik kan jullie daar wel een soort van schatting van geven. Laten we gauw beginnen. Ik wil allereerst beginnen met de trui die ik op dit moment aan heb. Ik was namelijk al een tijdje op zoek naar gewoon lekkere warme truien. Ik heb heel veel t-shirtjes of ik ga meteen naar een super dikke trui. En deze is dan ook wel wat dikker, maar ik zag ook nog een beetje truien die een beetje ertussenin zitten. En toen kwam ik deze tegen bij de H&M. Ik had al een donkergrijze trui, maar deze is dan een iets lichter grijs. Ik heb zelf de mouwen opgestroopt, want dat hoort officieel niet. Maar dat vond ik net iets leuker staan. En ik stel hem vaak met deze mom jeans, dan doe ik hem er gewoon zo in. En ja, dat vind ik er gewoon super leuker uitzien met dan of loafertjes eronder of gewoon met leuke sneakertjes. Van deze trui weet ik niet helemaal meer zeker. Hij was of 20 of 25 euro ongeveer. Dan heb ik nog één ander item van de H&M. En dat is ook een beetje een trui die er tussenin zit, tussen een t-shirtje en een wat dikkere trui in. En dat is deze. Ik was deze op de site tegengekomen en ik ben winkels afgegaan om hem te vinden. Hij was op de site, dacht ik wel dat hij echt zwart-wit was, maar het witte is meer een beetje een crème gebroken wit. En hij heeft dan dit leuke embleempje van een bliksemschicht erop, wat ik heel tof vond. Ook van deze trui ben ik niet helemaal meer zeker, maar volgens mij was het rond de 18 euro of 20 euro. De volgende winkel is de Stradivarius. Ik was al een hele lange tijd op zoek naar een nieuwe sjaal, want ik had de sjaal van de Primark en die had ik al een paar jaar en heb begon een beetje te pielen. Dus ik wilde heel graag iets anders. En bij de Stradivarius kwam ik deze groene sjaal tegen. Ik vind dit sowieso een super mooie kleur. Ik vind het ook heel mooi bij blond haar staan. En ja, het is best wel een grote sjaal. Hij is echt lekker warm. En ik heb hem tot nu toe elke dag gedragen. Er is alleen één nadeel aan deze sjaal. En dat is dat hij echt heel erg pluisjes afgeeft. Het was in het begin nog erger. Toen heb ik hem één keer gewassen. Terwijl je hem eigenlijk officieel niet mag wassen. Maar ik heb hem gewoon op wolprogramma gewassen. En vooral op echt een wit blouseje. Wat ik onder mijn pak dan bijvoorbeeld aandoe. Daarop zaten zoveel pluisjes toen ik een keer op stage aankwam. Dat was niet normaal. Gelukkig is het na het wassen wel wat minder geworden. En als ik dat witte blouseje draag, dan doe ik tegenwoordig gewoon daar even een andere sjaal bij. Deze sjaal was ongeveer €15,99. Het volgende item is iets wat ik de laatste tijd zo vaak draag. Ik heb er al heel veel van, maar ik blijf ze kopen in verschillende kleurtjes. En dat zijn de pakbroeken. Ze zitten gewoon zo fijn. En ik kwam deze tegen met een ruitje en van die leuke allemaal vormpjes erin. En ik moest hem gewoon hebben. Sowieso vind ik deze ook heel mooi te combineren met gewoon een zwart shirtje. Ik heb er toevallig wel eentje met een turtleneck. Of gewoon met een witte blouse voor stage. En daarom vind ik het ook helemaal niet erg om zulke soort broeken extra te kopen. Omdat ik bijna elke dag stage heb. Dus dan kan ik deze gewoon lekker aan. En volgens mij was deze broek rond de 18 euro. De volgende winkel is de Pull&Bear. En deze items heb ik echt nog afgelopen vrijdag gekocht. De prijskaartjes zitten er ook nog aan. Ik zag dit t-shirtje liggen en er staat een roze donut op. En ik dacht echt meteen, deze moet ik hebben. Er staat ook nog bij, please don't eat me. En dan tussen twee haakjes, I am very spicy. Het is wel een beetje een iets mindere kwaliteit. Hij schijnt net door, zeg maar. Maar dat vond ik hem echt dubbel en dwars waard. Dit shirt was €4,99. Dus voor die prijs kon ik hem echt al zeker niet laten liggen. Ik was nog steeds op zoek naar lekkere truien voor thuis. En bij de Pull&Bear hadden ze zoveel leuke verschillende truien. Ik kon echt niet kiezen. Gelukkig zaten sommige gewoon niet mooi. Dus kon ik wel makkelijker een keuze maken. Anders had ik echt veel te veel gekocht. Maar een van de truien die ik wel heb gekocht is deze witte crèmekleurige trui. Er staat op Tulsa en er staat hier een leuke regenboogprint. Deze trui is ook echt lekker zacht van binnen. En deze was €19,99. De tweede trui die ik heb gekocht bij de Pull&Bear is deze roze trui. Ik was al een beetje op zoek naar een gehaakt of gebreide trui in het roze. Dus toen ik deze tegenkwam was het echt perfect precies wat ik zocht. Hij valt een beetje wijder. Hier valt hij een beetje wijder en de mouwen zijn wat wijder. En hij was €15,99. Iets wat ik de laatste tijd al een paar keer was tegengekomen op het internet in mensen hun vlogs, was een Baker Boy hat. En ik vond het zo leuk staan. Ik was alleen heel erg bang dat als ik het dan zelf zou proberen, dat het echt niet zou staan.
En ik had al online gezien dat ze er bij de Pull&Bear eentje hadden. En ze hadden hem in de winkel gelukkig ook, dus ik heb hem meteen meegenomen. Het is gewoon een zwarte met hier aan beide kanten een gouden knoopje. En dan loopt hier zo'n gevlochten band overheen. En ik vind hem zo tof. Ik heb alleen wat moeite met hem opzetten, want ik moet hem echt over mijn oren doen, want anders komen mijn oren er raar uit. En met opzetten moet ik dus wel echt elke keer een paar keer proberen. Maar ik vind hem zo tof. Echt super blij mee. Ik denk dat dit echt de aankoop is waar ik van al deze dingen blij ben. En deze pet was €15,99. In deze tas zit trouwens ook nog dit notitieboekje. En ik zag dit notitieboekje en dat was echt love at the first sight. Deze is gewoon van de HEMA en hij was maar €2. Dus ik dacht, die moet ik gewoon meenemen. Even een random item, maar hij is zo mooi. Dit waren alle items van deze mini fall shoplog. Ik hoop dat ik jullie wat inspiratie heb kunnen geven. Als je nog leuke tips hebt voor leuke kleding of wat dan ook, laat het dan even weten in de comments. Verder, vond je deze video heel leuk? Doe dan je duimpje omhoog. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer je even op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doeg!